De dramaserie die het leven van Patty Brack belicht, wordt niet gespaard van stevige kritiek vanuit RTL Boulevard. Rob Gozes uit zijn teleurstelling over de kwaliteit van de serie en suggereert zelfs dat het budget op een gegeven moment op was, wat resulteert in een uiterst teleurstellende uitstraling. Met twee actrices die de rol van Patty vertolken, namelijk Halimae Brood als de jongere versie en Eva van de Weideven als de oudere variant, lijkt de laatste door het gebruik van een dikmaakpak op een karikatuur uit de TV-kantine. Rob Gozes kon zijn teleurstelling niet verbergen en bekende zelfs dat hij de serie even heeft moeten uitzetten. De verwachtingen van Rob waren aanvankelijk anders, verwachtend dat de serie een over de top comedie zou zijn. Echter, de serie begon volgens hem vrij zwaar en anders dan verwacht, waardoor hij zijn verwachtingen moest bijstellen om met de juiste blik te kijken. Collega Bridget Maasland deelt zijn sentiment en vergelijkt de serie met de TV-kantine. Rob benadrukt het grote contrast tussen de oudere en nieuwere beelden, Waarbij hij suggereert dat het budget vooral in de oudere beelden is geïnvesteerd en voor de oudere Petty Bart een opvallend dikmaakpak moest worden geleend. Mediajournalist Jarko Kriet deelt eveneens zijn afkeuring en noemt de serie bagger, waarbij hij stelt dat Petty Bart beter verdient. Zelfs adrescent peter van Brummelen geeft de serie slechts drie van de vijf sterren en wijst op een grote blunder waarbij een nummer van de golden Earing uit 1982 te horen is, terwijl Petty zich in de jaren zestig bevindt in de serie. De kritiek lijkt dus unaniem. Waarbij zowel de esthetiek als de historische nauwkeurigheid van de serie in twijfel worden getrokken.